Minister Reshma Kuldip Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vindt dat er geen scheefgroei mag ontstaan bij salarissen van regeringsleden. Aan journalisten zei ze vandaag dat daadwerkelijk in regeringsverband is besloten ministers een 50% koopkrachtversterking toe te kennen. Het is een besluit van de regering geweest om de ministers een koopkrachtversterking te geven. Ik zou het niet als koopkrachtversterking zien, maar de ministers hebben in de periode waar iedereen een verhoging heeft gehad, daar hebben de ministers niks op gehad. En het besluit van de regering was dat wij als ministers een deel, 50%, ja, het wordt koopkracht genoemd, zouden krijgen. En ja, het is een besluit van de regering. De minister zegt een eigen mening te hebben over de spraakmakende kwestie. Ze weet in elk geval niet als nu het juiste moment is om de verhoging voor de ministers door te voeren. Kijk, terecht of niet terecht, wij als ministers hebben ook heel wat uitgaven. En als iedereen heeft gehad en de ministers heeft niet gehad, er is een scheefgroei gekomen. Laten we even kijken wat het in 2018 was, de verhoudingen. Laten we kijken wat het in 2020 was en laten we kijken wat het in 2023 was. Dus als we kijken, dan is er een hele scheefgroei gebeurd. En ik ga u zeggen, als ik kijk op mijn ministerie, in verschillende commissies dat ambtenaren zitten, verdienen ze veel meer dan de ministers. Als ze in verschillende commissies met de bedragen die ze erbij krijgen. Kuldip Singh meent dat er nog een besluit van de regering moet komen als reactie op de vele kritieken vanuit de samenleving. In de marge gaf de bewindsvrouw nog mee dat er strakke controle komt op handelaren die mogelijke verhogingen gaan gebruiken als reden voor prijsopdrijving. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een ontmoeting gehad met China's assistent-minister van Buitenlandse Zaken, Hua Xinying, in Trinidad en Tobago. Dat gebeurde op de 45e CARICOM staatshoofdenvergadering, waarbij de vriendschappelijke bilaterale relatie tussen de twee landen is bevestigd. Suriname herdenkt 170 jaar Chinese immigratie dit jaar en de Surinaamse regering heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Chinese president Xi Jinping uit te nodigen aanwezig te zijn bij de festiviteiten. Santokhi zegt dat Suriname ook